Dag, dit is weer Spakenburg Nu. Met behalve interessante berichten ook de volgende items. Carpool plaats A1. Raadsvergadering. Fitness Vierdaagse. Spakenburg zingt. Dit jaar vertoonden de vogels al heel vroeg trekgedrag. Wat dat betekent durven wij niet te voorspellen. Strenge winter in aantocht misschien? Feit is dat de hele natuur in Noordwest-Europa weken vooruit loopt op de normale gang van zaken. De herfst is extreem vroeg begonnen. Er is wel degelijk iets aan het veranderen in de natuur en het klimaat. Zwaardere regenbuien en heviger stormen. Pas over een langere periode gezien zullen we echt weten wat er aan de hand is. Maar de vogels reageren er nu al op. Zorg voor de vogels die in uw tuin komen en geniet van ze. Er zullen erbij zijn die uit het hoge noorden naar u toe komen. Leg maar vast een vogelherkenningsboekje klaar. Vogels zijn fantastisch. Hoe ruiger en beter begroeid een tuin is, des te meer vogels er zullen verschijnen. Vooral gevarieerde begroeiing is heel belangrijk. Ze komen af op alle plekken waar ze voedsel, bescherming en nest- en slaapgelegenheid vinden. Ook zorgen ze dat insectenplagen binnen redelijke grenzen blijven. En wie geniet er nou niet van hun zang en bedrijvigheid? De carpoolplaats langs de A1 bij Bunschoten heeft een slecht imago, omdat er een ontmoetingsplek voor homofiele mannen van is gemaakt. Daar moet nodig verandering in komen. Dat dacht Ted Dekkers, die er sinds kort een 18 meter lange bus heeft neergezet. De bus draagt de naam Café Mobiel. Alice bezocht de bus. Jeroen, een mobiel café. Hoe leuk is dat? Wie is er zo op dit idee gekomen? Ja, het is een geweldig leuk idee. Ik werk samen met de Stichting Permissie. We zijn gespecialiseerd in het sociaal en veilig maken van PNR-terreinen. En ik ben gespecialiseerd in de horeca. Dus samen hebben we een concept opgezet om het ongehuurde terrein hier aan te kunnen pakken. En ik krijg tot nu toe heel veel enthousiaste en leuke reacties van mensen. Dus dat is een goed begin, denk ik. We zijn net een week open en als je zo kan beginnen, is dat geweldig. Hoeveel dagen per week staan jullie hier? Ik ben hier 6 dagen in de week open, van maandag tot en met zaterdag. Kijk aan! Ja, dus druk zat. En maandag tot en met vrijdag ben ik hier om 7 uur 's ochtends en ga ik hier om 6 uur 's avonds weg. En zaterdag start ik hetzelfde, dus om 7 uur en dan rond 3 uur vertrek ik hier weer. Wat hebben jullie de mensen te bieden? Van alles lekkers. We hebben lekkere koffie, frisdranken, ijsjes. Ik heb lekkere salades, vers belegde broodjes, goede hamburgers, uitsmijters, van alles en nog wat. Satéetjes, broodjesbal. Dus eigenlijk voor ieder wat wils, maar toch de wat gezondere en lekkere dingen voor een hele leuke prijs. Dus, wie komen hier nou bijvoorbeeld? Kan je dat al een beetje zeggen? Ik denk dat het in het begin lastig om te zeggen is wat de klanten zijn die hier zullen komen. Of de gasten, als je dat zo zou willen noemen. Maar tot nu toe merk ik dat er heel veel scholieren zijn die hier dagelijks langs fietsen. Die vinden het fijn dat er halverwege de tocht die zij moeten maken iets is onderweg om eventueel te kunnen schuilen of iets lekkers te kunnen halen. Maar ook de vakmensen die hier langs de weg zitten. De mensen die aan de bouw aan het werk zijn of... Ook mensen die onderweg moeten werken, dus de flexwerk is mogelijk bij ons. We hebben internet, er is een printer mogelijkheid, scannen. Dus op die manier is het ook een goede werkplek voor mensen die langs de weg zijn. Vertegenwoordigers, zakenmensen. Dus eigenlijk is dat heel breed te zien. Senioren die hier veel aan het fietsen zijn in het mooie gebied. Dus daar is eigenlijk alles in mogelijk. Ja, dus men kan ook gewoon wat langer blijven, dat je even lekker chill, lekker met elkaar ziet. Zeker weten, ja. Ik heb bijvoorbeeld komende zaterdag, de 26e, hebben we een kinderfeestje hier. Dan gaan we lekker pannenkoeken bakken en de komende 10 kleine meiden komen hier gezellig een verjaardag vieren. Dus er is van alles mogelijk. We staan overal voor in. Ja. Nou is dit wel een beetje een omstreden plek, hè? Want dingen gebeuren hier die niet helemaal koosje zijn. Hoe gaan jullie daarmee om? Ja, klopt. Het is een plek die niet al te goed bekend staat. En daarom ga ik als ondernemer ook graag aan de slag op zo'n plek. Om te zorgen dat dat juist weer een plek wordt die gebruikt kan worden voor die destijds gemaakt is. En er komen hier gewoon heel veel mensen die graag van het terrein gebruik zouden willen maken. Maar dat liever niet doen door de naam die het terrein heeft. En ik denk doordat ik hier sta en de samenwerking met Stichting Permissie kunnen we het goed aanpakken. En daarmee gaan we gewoon zorgen dat er een continue bezetting is. Waardoor in ieder geval de tijdstippen dat normale mensen het terrein willen gebruiken, dat ook kan, omdat er iemand aanwezig is. Er is een beheersfunctie. Ik loop af en toe een rondje om het terrein schoon te houden.
En we hebben goed contact met de lokale mensen hier. Dus met z'n allen zorg je ervoor dat het weer een leuk terrein gaat worden. Heb je nou ook contact met de gemeente Bunschoten? We hebben in principe contact met de gemeente Bunschoten, met de gemeente Amersfoort, met Rijkswaterstaat en provincie Utrecht. Maar die contacten lopen via mijn partner Ted Dekkers, die vanuit de stichting daarmee het werk gaat. En wat vinden die daarvan? Vinden die het een goed initiatief, ook wat veiligheid betreft? Jazeker, tuurlijk. Die zijn er heel tevreden over. Je hebt natuurlijk van alles wat. Heb je ook bepaalde dagdelen dat je wat anders aanbiedt? Nee, ik ga wel een beetje seizoensgebonden te werk. Bijvoorbeeld de winter komt eraan, dan gaan we natuurlijk lekkere ertessoep neerschotelen. Op dit moment heb ik nog verse tomatensoep en spinazie geitenkaassoep. Dus met seizoensgebonden producten wil ik zeker wel gaan werken, ja. Ja. En ja, we hebben nu één bus, hè. Is het de bedoeling dat er meerdere komen? Hoe zien jullie dat? Ja, nou, als het hier dus een geslaagde locatie zal zijn, dus het terrein is beter benutbaar voor de mensen die dat graag zouden willen doen, de horeca loopt goed, dan willen we dit landelijk wel uit gaan zetten, ja. Ten slotte, jij staat hier alleen, hè? Is het een beetje te behappen? Kan je dat een beetje in je eentje aan? Ja, ik ben net 1 week open en dat kan ik prima in mijn eentje aan. En nou ja, goed, op het moment dat het wat drukker gaat worden, dan kunnen we altijd naar gaan kijken. En laten we hopen dat dat zo is. Maar op dit moment lukt het mij nog prima om in mijn eentje aan de slag te gaan hier. Ja. Nou, wij hopen dat het een succes wordt en we vonden het leuk om je even te ontmoeten. Goed, heel erg bedankt. Leuk jullie ook gezien te hebben. Wilde jij ook altijd al een verhaal schrijven? Dan heb je nu de kans. Doe goed voorbereid mee aan de wedstrijd tussen droom en daad en kom naar de workshop in Museum Spakenburg op woensdagavond 30 september. Museum Spakenburg en de Bibliotheek Bunschoten organiseren gezamenlijk dit najaar een aantal activiteiten ter gelegenheid van de Maand van de Geschiedenis en Nederland leest. Het museum en de bibliotheek nodigen u uit een verhaal te schrijven over uw dromen en daden. Aan deze wedstrijd zijn leuke prijzen verbonden. Een deskundige jury beoordeelt de verhalen en het beste verhaal wordt voorgelezen op 12 november in de bibliotheek. Een verhaal van iemand lezen in romanvorm of als kort verhaal in een tijdschrift is leuk en interessant. Maar hoe schrijf je nou zelf zoiets? Waar moet je allemaal aan denken? Schrijven is leuk om te doen, vooral als anderen jouw resultaat mooi vinden. Onder leiding van schrijfdocente Esther Bevers van TerraTekst leert u tijdens een avondvullend programma hoe u het beste kunt beginnen. Deze workshop vindt plaats op woensdagavond 30 september in Museum Spakenburg. Onder het genot van een kopje koffie krijgt u tips, sprankelende voorbeelden en nuttige achtergrondinformatie. Als u al een idee heeft voor een verhaal, kan Esther u suggesties geven om het resultaat nog beter te maken. Misschien schuilt er in u een echte schrijver. Ontdek uw talent en kom naar de workshop. Deelname kost €5. Vooraf aanmelden bij het Museum Spakenburg is gewenst via info@museumspakenburg.nl. We kennen allemaal de avondvierdaagse, de zwemvierdaagse en de vierdaagse van Nijmegen. Maar kent u ook de fitnessvierdaagse? Wat houdt dat in? Alice vroeg het aan Arno Rebel. Nou, meneer de burgemeester, wij hebben de fitnessvierdaagse. En we willen graag dat u dat opent. En ik heb hier dus de schaar. We zijn hier met grote getalen al gekomen. Maar de hele week door mogen ze dus 4 dagen mogen ze lekker gaan sporten. Je hoeft niet de hele dag te sporten. Maar je mag ook een uurtje, een half uurtje. Dus je mag ook alles meedoen. Je mag judoën, je mag fitnessen, je mag crossfit. Alles, lessen die we geven, mag je lekker meedoen. Dus je kan nog inschrijven, meneer de burgemeester. Heeft u dat al gedaan? Nou, voor 2 dagen wel, ja. De andere twee moeten afhankelijk van de agenda. Maar het is natuurlijk fantastisch als je zegt om elke dag te bewegen en fit te zijn. In de sportschool, maar dat kan ook daarbuiten. Dat doe ik dan ook nog wel eens, op de fiets mijn tochtjes maken. Maar ik kan het zeker aanbevelen. En het initiatief om nou eens even dit in het zonnetje te zetten. 4 dagen fit, dat is het hele jaar fit. Laten we het even daarvoor gaan. Ja. Dus fantastisch voor het initiatief. Heel veel deelname toegewenst. En na die 4 dagen moet iedereen zo de smaak te pakken hebben dat ze het niet meer loslaten. Voor een fit Bunschoten. Ja, okay. Zeker weten. Ik geef de schaar. Ik geef de schaar. Ja. En u mag hem openen. Wil je echt dat dit lint doorgeknipt wordt? Of moet je nog een... Ja, nee, je mag hem echt doorknippen. Ja, doen we zo. Ja, daar komt ie. Ja. Daar moet je krijg voor hebben. Wow!
Alvast. Ja. Nog eentje. Burgemeester, vandaag de Nationale Fitnessvierdaagse. Nou zie ik u zelf ook heel vaak fanatiek aan de gang. Wanneer werd u zich bewust dat dat best wel belangrijk is? Nou, ik was eigenlijk zo iemand van, dat valt allemaal wel mee. En ik ben eigenlijk niet zo iemand van, ik moet sporten. Ik hield wel van af en toe een tochtje fietsen, maar dat was ook niet zo, zo ingewikkeld. En dan kom je ja, op een leeftijd met wat gezondheidsproblemen. En dan merk je dus dat op het moment dat je meer aan beweging en aan fitheid doet, dat je minder gezondheidsproblemen hebt. Dus minder medicijn hoeft te gebruiken, jezelf fitter voelt, je dag beter door kan brengen. Dus ik ben eigenlijk met de neus op de feiten gedrukt. En dus ik denk iemand die dat voor is geweest, die al is begonnen te sporten voordat hij problemen kreeg, kan ik alleen maar zeggen, hartstikke goed had ik het ook maar gedaan. Ja, dus dat is eigenlijk pure winst. Het is wat mij betreft pure winst, inderdaad. Je voelt je er lekker bij. Je gaat een paar keer in de week even helemaal los. Zodat even de gedachten niet meer op het werk of op andere dingen zitten. En ze zeggen, het maakt een soort stofje aan. Ja, volgens mij is dat ook zo. Want je bent gewoon daarna kip lekker. Ja, we worden super gelukkig. wat vindt u van dit initiatief, dat het nu zo groot aangepakt wordt? Nou ja, ik denk dat het ook belangrijk te maken heeft met de gezondheidsagenda van Nederland. Hè. Dus het ministerie van Welzijn en Volksgezondheid is veel meer geld kwijt met allerlei kosten van de gezondheidszorg. En op het moment dat Nederland gezonder gaat leven en vooral ook fitter gaat worden, dan gaan we er met z'n allen zelf op vooruit. Maar we hoeven ook minder kosten landelijk te maken, minder belasting te betalen. Dus je zou zeggen, waarom zouden we dat allemaal ook niet gaan doen? Dus het is gewoon om gezondheidsredenen zeer belangrijk dat dit nationaal wordt aangepakt. En ik ben ook blij dat er vanuit Bunschoten ook deelname is om die Fit Vierdaagse op de kaart te zetten. Ja, jullie beginnen niet altijd beginnen op de matjes. 7 minuten! Arno, vandaag is de Nationale Fitnessvierdaagse van start gegaan. Vanwaar dit initiatief? Het initiatief is gekomen vanuit de Nationale Fitnessvierdaagse. En ik denk omdat wij de avondvierdaagse ook al doen hier in Bunschoten, ja, zijn ze bij ons gekomen en hebben gezegd van, nou, dat doen jullie al, dan gaan jullie dit er lekker bij doen. En wij vonden het een heel leuk initiatief. Omdat je ja, mensen die dan niet bewegen, om die toch aan het bewegen te krijgen. Want met de wandelvierdaagse heb je dat eigenlijk ook. Mensen die altijd lopen, die lopen niet mee met de avondvierdaagse. Maar dan lopen ze wel in één keer mee. En of het dan voor die medaille is of voor gewoon het lopen. Dat daar aan toe. Nou ja, wij hebben dus ook nog een medaille erbij gedaan. Een certificaat krijgen ze. Dus als mensen nog willen inschrijven, kan dat nog. Want ze hebben nog 6 dagen. En ze hoeven er maar 4. Ja, hier. Soms moet je mensen ook gewoon even een beetje prikkelen, hè? Ja. Hoe fit is ons dorp? Ons dorp is redelijk fit, maar zou nog fitter kunnen wezen. En ja, denk aan de obesitas. Ja, het is toch allemaal mensen, kinderen worden dikker. Maar ik moet zeggen, het dorp hier sport ontzettend veel. De een doet voetbal, de ander volleybal. Ja, kinderen zijn zelfs al bezig met fitness bij ons. We beginnen ook met jonge kinderen al. We beginnen vanaf 1,5 jaar al met judo. Ja, en zo loopt het door tot aan 75 jaar inmiddels. Dus men is zich er eigenlijk wel bewust van? Ja, de mensen zijn wel bewust van. Maar er zijn nog een heel groot percentage die ja, niet beweegt. Die echt gewoon op de bank zit en eruit getrokken moet worden. En dat is met dit soort dingen is het leuk. Wij zeiden ook van leden. Kijk, onze leden die sporten wel. Maar wij zeiden van neem gewoon iemand mee. Want die weet niet wat fitness is. Want fitness is ook spinning. Fitness is ook crossfit. ICT, TRX, kickfunnen. Alles wat bij je past, hè? Je kan in alles meedoen. Moet je even uitleggen, hoe gaat het van start? Het is vandaag begonnen. Wat moeten we ons erbij voorstellen? Nou, je hoeft niet een hele dag te fitnessen. Je hoeft ook niet de hele dag te trainen. Het is gewoon, je pakt een half uurtje of een uurtje of 1,5 uur wat jij lekker vindt. Je doet een les mee die jij ook lekker vindt om te doen. Dus dat kan ook een balance zijn. Dat is een hele rustige les. Maar ja, spinning weer heel intensief.
Maar je moet dus 4 dagen, in die 6 dagen moet je dan komen. Dan krijg je van ons een aftekening, je krijgt een stempelkaart. En dan kan je gewoon gaan. En dan heb je ben je 4 keer geweest. Nou ja, dan krijg je een medaille. En dat is het eigenlijk. En hoe is nou de animo? Heb je er al een beetje hoogte van? Hoe leeft het eigenlijk? Ja, het is de eerste keer. Dus je moet niet verwachten dat je honderden mensen gaat krijgen met een eerste loop. Dat hadden we met de A4-daagse ook niet. En nu de fitnessvierdaagse hebben we leden die allemaal al meedoen. Er zijn mensen die hebben ook al mensen meegenomen, vrienden, vriendinnen meegenomen. Om mee te laten gaan. En dat was eigenlijk de doelstelling. En ook voor de fitnessvierdaagse ook. Was dat de bedoeling? Dat mensen die juist nog niet bewegen, om die dus in beweging krijgen. Ja, en dat lukt best wel. Want ja, we hebben toch heel wat mensen die lekker meedoen. Dus, De animo is best al wel groot. En zoiets moet natuurlijk ook groeien. Nou zie je natuurlijk, voor televisie wordt er best wel veel reclame gemaakt voor fitness. Je hebt dance, dance, dance. Er is zoveel tegenwoordig. Hoe spring jij daar nou op in om elke keer weer mee te gaan, hè? Ja, wij proberen elke keer weer nieuwe sporten te doen. We zijn nu ook weer met wat nieuws bezig. We gaan het function introduceren. Dat wordt nog heel groot gemaakt. Dus dat komt ook allemaal in. Wat is dat? Function, dat is functioneel trainen. En functioneel trainen, dan krijg je dus echt niet meer het standaard fitness, maar echt leuk fitness. Het wordt helemaal aangekleed, echt op een top is dat. En daarmee ga je weer nieuwe mensen triggeren. Mensen die juist op de bank zitten om weer uit te trekken. Meegaan, uitdagingen, nou ja, dat wordt echt op een top. En dat is echt binnen 6 weken wordt dat gerealiseerd hier. En na dit gezien te hebben, hebben mensen weer een nieuwe prikkel. Dus dat komt helemaal goed. Ja. Bedankt, succes. Graag gedaan. Door de inzet van een drone kan Waterschap Vallei en Veluwe een deel van zijn werk 10 keer zo snel uitvoeren in de Noordelijke IJsselvallei. Daar vliegt als proef een drone diverse keren boven de Terwoldse Wetering en Nijbroekse Wetering om beeldopname te maken. Dat is nodig voor goed onderhoud om het gebied veilig te houden voor mensen in de regio. Op 5 plekken in de Noordelijke IJsselvallei legt het waterschap zogeheten stapstenen aan. Deze plekken bieden ruimte aan planten en dieren en zorgen voor natuurontwikkeling en schoon water. Samen zijn ze 5,6 hectare groot. En het waterschap gaat ze ook beheren. Om dat beter en sneller te kunnen doen, zet het waterschap de drone in. Heemraad Dirk Siert Schoolman. Omdat de stapstenen groot zijn, verspreid liggen en beperkt bereikbaar zijn, helpen de beelden om te bepalen wat er aan onderhoud gedaan moet worden. De drone vliegt in 1 uur over het gebied waar anders medewerkers dagenlang het gebied doorkammen om foto's en aantekeningen te maken. Er worden beeldopnamen voor, tijdens en na de aanleg van de stapstenen gemaakt. Met deze kennis kan het onderhoud beter, veel sneller en daardoor goedkoper uitgevoerd worden. Elders in Nederland zetten waterschappen ook drones in, bijvoorbeeld voor dijkinspecties. Met de inzet van een drone voor het beheer van oppervlaktewater hoort Vallei en Veluwe bij de kopgroep van Nederlandse waterschappen. De drone vliegt boven eigen wateren en gronden of boven gronden van grondeigenaren die toestemming hebben gegeven. Donderdag werd de raadsvergadering gehouden. Het werd een lange vergadering die om 11:30 nog steeds niet afgelopen was. Maandagavond ging de vergadering verder. Vooral het rekenkamerrapport over Plan Zuiderzee vergde heel veel tijd. Ja, nou, het rapport van de rekenkamercommissie was een rapport van bevindingen voor de raad. Want het is de rekenkamer die rapporteert aan de gemeenteraad. Dus je ziet dan bij zo'n vergadering een hele bescheiden rol voor het college, eigenlijk niet. Maar de raad die zelf onderling discussieert over van wat vinden we van dit rapport en wat doen we met de aanbevelingen. Nou, daar is over gesproken en je ziet dan dat er een deel is dat zegt van nou laten we dit rapport overnemen, maar wel met een wijziging op de aanbeveling. Dat is uiteindelijk ook aangenomen. En dat er een anderen zijn die zeggen van ja, maar wacht even, met deze conclusies van de Rekenkamer willen we nog een ander vervolg geven door een uitspraak te doen over wat we vinden van hoe het is gegaan met het project Zuiderzee. Nou, dat heeft geleid tot een motie die ingediend is door de SGP en ondersteund door de VVD. En de raad heeft besloten en dat is dus niet aangenomen. Nou, je ziet dat, dat er afgeweken werd van de hoofdvraag bij het onderzoek. Bij het rapport Zuiderzee en dat zeg maar allerlei oorzaken en factoren erbij gehaald werden. En dat ook emotie dan een rol gaat spelen.
En als ChristenUnie hebben we gezegd van het is nu heel makkelijk om terug te kijken en precies aan te wijzen waar het fout is gegaan. Of fout is gegaan waar het anders had gemoeten. En natuurlijk, daar hebben wij ook een rol in gespeeld. Waar gehakt wordt, of alle Spaanders. En wie werkt, maakt fouten. En wie niet werkt, begaat een grote fout. Dus dat er bepaalde informatievoorzieningen anders of beter hadden gemoeten, dat is een conclusie die is zo klaar als een klontje. Maar in die tijd was dat de gebruikelijke gang van zaken. En er was ook niet één raadslid die daar een opmerking over had. Sterker nog, raadsvoorstellen werden unaniem aangenomen, de beginaankoop. Dus ook toen was er niemand die de vinger opstak. En de tendens van avond is natuurlijk dat je dan de oppositiepartijen ziet die daar garen mee proberen te spinnen. Maar nogmaals, dat is natuurlijk ontzettend eenvoudig om dat achteraf te stellen. Vooral ook voor partijen die toen helemaal niet in de raad waren. En dan kan je natuurlijk wel zeggen, we trekken collectief het boetekleed aan. Maar iedereen weet dat bepaalde partijen of een bepaalde partij niet in de raad vertegenwoordigd was. Dus dan hoef je eigenlijk ook niet het boetekleed aan te trekken. En dan is het misschien ook beter om niet de conclusies te trekken. Ja, ik denk dat goed duidelijk is geworden dat daar enorme kostenoverschrijding is gekomen. Iets wat wij trouwens als fractie keer op keer hebben gezegd. En onze mening is dat, dat is eigenlijk al in 2000 begonnen, maar dat was op een moment dat we dachten, er is nog één plek waar we kunnen bouwen. En dat is zeg maar wat we tegenwoordig Zuiderzee noemen. Daar is alleen nog woningbouw mogelijk. Daar is toen de hoofdprijs voor betaald. Laten we het maar eerlijk tegen elkaar zeggen. Maar we dachten, alleen daar kan nog wat voor onze burgers gebouwd worden. En we kunnen op die manier ervoor zorgen dat de mensen die daar direct in de buurt wonen niet meer de overlast hebben van de visbedrijven die toch wel een beetje verouderd waren en niet erg gunstig waren voor de volksgezondheid. Ik denk dat de grote fout gemaakt is in 2009, toen het plan wat er lag, wat ook de schoonheidsprijs niet verdiende, helemaal radicaal omgegooid werd, enorm verlaagd werd, waterwoningen werden aangelegd en nog wel meer dingen, maar laat ik het daar maar even bij houden. En daardoor de kosten gigantisch omhoog gegaan zijn. En we eigenlijk tot op de dag van vandaag zien dat bijvoorbeeld die waterwoningen niet verkocht zijn. Er is er eentje verkocht, hè? Ja, we hebben daar natuurlijk volkomen objectief naar gekeken. Hè? Om te zien waar is de rekenkamer mee gekomen, waar zijn ze op gestuurd, wat zijn hun aanbevelingen, hun bevindingen. En ik denk dat we in de geest van dat rapport vanavond een besluit hebben genomen. Ja, zoals je weet, er was een van het college nogal een reactie op de aanbevelingen van de rekenkamer. En wij waren eigenlijk voorstander dat de voorstellen van de rekenkamer zoals ze origineel waren opgesteld, dat die overgenomen zouden worden. Dus er lag een amendement om dat te wijzigen. Dat hebben wij om die reden niet gesteund. Wij vonden dat er niet aan de afgezwakte, maar aan de originele voorwaarden moest voldaan. Maar uiteindelijk het rekenkameronderzoek wel vastgesteld natuurlijk wel. Wij zijn tot een soort eindconclusie gekomen. En ik heb dat in eerste termijn kunnen voordragen. De strekking daarvan is dat wij in het begintraject hebben aangegeven, op dit rapport zitten we eigenlijk niet te wachten. Het is toen gekomen. Punt van wat voor ons van belang was, is dat eigenlijk de originele onderzoeksvraag van waardoor is de vertraging nu eigenlijk veroorzaakt, dat niet is onderzocht. Goed. Later is ineens het concept veranderd en is gezegd van laten we eens kijken of de gemeenteraad voldoende informatie heeft gekregen om besluiten te nemen. In mijn beleving, ik ben vanaf 2002 raadslid, ik heb altijd voldoende informatie gekregen en ik heb altijd bij onvoldoende informatie de mogelijkheid gehad om naar het gemeentehuis te stappen en om de ambtenaren te spreken. Dus dat hele rapport was voor mij eigenlijk overbodig. Ja, de leermomenten, dat stelt ook de Rekenkamercommissie vast, hè, is dat je bij het begin van een project duidelijkheid moet geven over de financiële consequenties die het heeft, de risico's die het in zich draagt. En daarin duidelijker moet communiceren, dus zelf ook al uitgezocht moet hebben, Hillebrand. Want als je zelf zegt, we kopen dat stuk grond, want er is verder niets te koop. Rengerswetering bestond nog niet, alle seinen stonden op rood, u mag niet uitbreiden, want dat was het landelijke beleid. Het moest verstedelijkt worden en dorpen mochten niet uitbreiden. En we hadden dus de realiteit, Hillebrand, de realiteit. Dat we enorme uitstroom van jonge mensen hadden naar Amersfoort, maar ook naar onderomliggende plaatsen, want daar was wel
woning. Er waren wel woningen voor ze. Ja, dat kan je niet door laten gaan. Je kunt niet zeggen, we doen niks en laat onze jeugd maar vertrekken. Want dan ben je op termijn een openlucht bejaardencentrum. En dat kan er heel gezellig zijn, maar toekomst, echte toekomst, heeft het natuurlijk niet. Ja, de leermomenten liggen natuurlijk vast. Er is veel te ambitieus begonnen, zonder dat er een goed plan lag. Dat zou nu niet zo heel snel meer voor kunnen komen. Gaandeweg het traject is er een juridische strijd gevoerd. Ook niet echt waar de gemeente een heel goed track record heeft. Dus dat heeft een vertraging gegeven. Toen heeft de politiek nog eens flink vertraagd. Twee verdiepingen eraf. En buitenplanse compensatie en dat soort zaken. Ja, en uiteindelijk loop je de crisis in en is het compleet. Is het boek nu ook echt gesloten wat dit betreft? Nou ja, er is geen weg terug. Alles moet erop gericht zijn om dit voor elkaar te krijgen. En over 20 jaar lachen we er natuurlijk ook een keer om. En dan zijn we dat allemaal vergeten. Maar ik ben er wel van overtuigd dat er ook een hoop gebeurd is waardoor dit niet zo snel meer kan gebeuren. Een gezonde mond is veel belangrijker dan de meeste mensen denken. Je mond vertelt veel over hoe het met je gezondheid is gesteld. Helaas raakt de mondzorg bij ouderen gemakkelijk op de achtergrond, waardoor ongemerkt serieuze klachten ontstaan. In 2014 is bijna 60% van de 75-plussers een jaar lang niet bij de tandarts geweest. Dat vindt tandarts geriatrie Nelleke Bots van het Spijker van de mondzorgkliniek zorgwekkend. En daar wil ze graag iets aan doen. Daarom nodigt het team van de mondzorgkliniek aan de Tuinfluiter ouderen uit Bunschoten en omstreken uit om eens langs te komen voor vrijblijvend advies op Nationale Ouderendag 2 oktober. U krijgt antwoord op vragen als: wat is goede mondzorg? Wat is de relatie tussen mondgezondheid en algehele gezondheid? En vooral, hoe kun je ervoor zorgen dat de oudere mond gezond blijft? Ook mantelzorgers en zorgverleners zijn van harte welkom. U kunt tussen 1 en 4 uur gewoon binnenlopen in de praktijk. Aanmelden is niet noodzakelijk. Voor meer informatie, telefoonnummer 033-2999-533. Het komt nu dichtbij. De zangavond van De Los, Spakenburg zingt. Met medewerking van organist Hein de Graaf, Excelsior, zangkwartet Puur Zang. Er zal uit volle borst gezongen kunnen worden, want er zijn weer veel heerlijke bekende liederen voor de samenzang, die afwisselend begeleid worden door Excelsior of Hein de Graaf. Wanneer? Aanstaande vrijdag 25 september om 19:30 in de Zuiderkerk. Toegang gratis, er is echter wel een collecte die we warm bij u aanbevelen. We zien er naar uit u te ontmoeten om samen met u tot Gods eer te zingen.
Dit was weer Spakenburg Nu. Donderdag is er weer Los Politiek. Vrijdag Los Sportcafé. En zaterdag zijn wij er weer met Spakenburg Nu. Fijne dag.